Vandaag in Caribbean Kids Nieuws. Champagne, het symbool van feest. Tamboe is van ons. En vuurwerkverkoop gaat beginnen. Hi, welkom bij een nieuwe editie van Caribbean Kids Nieuws. Leuk dat je weer kijkt. En het is zover. Kerst is bijna voorbij en iedereen kijkt er naar uit naar het nieuwe jaar en al het vuurwerk dat daarmee gepaard gaat. Con bonita que importa, vuurwerk porta peligroso también. Pese a esta importante para controlar el clapchino. Que ore vuurwerk na hier kosau den container dan. Lo que no está así no está wak den kanan. Wak si vuurwerk utin den e kanan ta klop kolo que tin skibiri beka. Para não bem que cada dia não tocava toda a andra bolsinha de agora nós cabe checar se aí nós está saca e vir o que não nós está querendo tirar duro a vez não que o bula bai a vez não que está novo que por você nem na posse constranho nós está sendo nós vai com nanta tira nós está vai também com duro da zona só de mais zona muito duro mas se que vir o que zona duro sempre mas mais está já duro da boca está aqui brorinha e nós está checa com lhe e mecha está sendo. Dus je passen door ze in aan, en je hoort je verwerpen bij de bakaie voor waarom ben je. Asina mes, meneer Anita en andere heren aan die brandweer te controleren door klapje. Naturalmente, de vez en cuando, nan te desqualifica algún tambe. Esa aquí, ta, lo que nos te llama un night shell. Aan zeggen dat we waren afgekeurd. Na no te mag je binnen, namaste naar persoon. Pasombra, het tubo, het tubo, het tubo, het tubo, het Anto botan ha ya que ella está haciendo que mucho lía den, anto después ella ocasiona den pasado heridos y por día. Anto gente de mes sin cabala, cosa cabala, con una cabala de mano, otra cosa y casi. Hay accidente con año pasado, pues si no se stop, el tipo no hay no más vino por eso más. Es peligro por vino de una forma chiquito también. Por ejemplo, si gente va a traer una mezclapche. Ahora va a ir con el firuerca, para abrir una. A trama Maria porco xuxi que conai cone esse é tão coso seguro não tá bom passou ele tá bom mas tá vai trar um vuurwerk cubo não sabe como ele vai reaccionar então ora você dele também chance tá grande que tá se bom mas danho então não sei que ganha também correndo ora não tava tá abrindo vuurwerk ora não tá beijo rungando cone trando cone ela bulariba na ori esse aí também tem que ora porque ele que vai abrir ele para você sacar seu polvo a falar assim não pode chance com rungando com ele é tá tira de boa ori então ele tá dembo mang dembo cara causa uma choperia também innecessariamente. Morgen begint het verkoop ervan. Als je een vuurwerkje gaat afsteken, pas er goed op. Het nieuwjaar ingaan met één vinger minder is natuurlijk niet leuk. Aan het einde van het jaar is er één muzieksoort die altijd weer terugkomt: tamboe. Ook de ritmische groep Ritmico Sablica speelt deze bijzondere muziek. Tamboe is een soort van muziek, maar heel speciaal. Het is een soort van muziek die het meest bijzonder is op onze isla. Het heeft al centenaren jaren. Voor tamboe gebruiken we bari en chapi. Então, nosso grupo é bem introduzir uma forma nova que nós temos e campana também a din para forma e ritmo de tambu. Dorco desse ritmo da nossa cultura, muita cante normal, pero não como mesta custa tambu machas não. Des home muita cante des dorco de nossa cultura para mim é que se marco. Muita dois anos cá, vai grupo ritmo que se aplica, pois que vai meter feito temporada de grupo a nascer, que vai meter muito que grupo. Nos grupo não é tambu, nós temos rítmico, nós tocamos turcos. Então, de mês tem, nós tocamos, nós pensamos, nós queremos tambu, vou tocar tambu. Tambu, maneira nós conhecemos agora aqui, também é de tempo de cativo. Estava de uma maneira para não expressar a mês, cinco e chão, estava de saber de que se trata. Agora que nós estamos usando mais coisas modernas de tambu. Antes estava a usar para lamento, etc. Então agora que nós estamos rincando mais coisas de pueblo, vou para comparar, mas o tambu de hoje está moderno, está mais ligado.
Principalmente rondo de fin de año, puede tener tambú más tanto. Tur lo que coa pasa de año que está atrás de loma, también back de forma de tambú. Yo y novo, para año novo, año viejo para tener año novo para mí está laga turcos nang cuba pasa de año anterior malo que está negativo, laga nada atrás van comenzar año novo positivo, van tilante por todo momento na etcétera, entonces ese es el cambio para mí de año viejo para año novo. December para mí el número de más dulce. Pas aplica agora que está aí com medo de cantar no de mais tuxo, sou opito cá, porque eu passo tuxo, porque está aí mais erfaring também. Portanto, um tiquimico, desculpa tocando, tocando tambu, eu também nem acostumado, não, me custa tambu um tiqui, eu também nem senti um tiqui algo para tambu, assim não. Er is het afgelopen jaar heel veel gebeurd op Curaçao. Genoeg inspiratie voor deze groep om een nieuwe tamboe-nummer te schrijven voor het einde van het jaar. Met oud en nieuw drinken we altijd champagne. Ook bij bruiloften, bijzondere gelegenheden zoals receptie, openingen en sportactiviteiten. Maar waar komt die champagne nu precies vandaan? Ik drink champagne oud en nieuw. Ik denk dat het een speciale drank is voor oud en nieuw, maar ik weet het niet zeker. Ik denk dat het inmiddels een beetje traditie is geworden. Champagne is een bia spumante dat wordt gedragen in de regio van Frankrijk, die heet champagne. Het wordt gedragen die druiven in blanco en blauw. En het is een bubbel dingetje. De manier waarop je champagne maakt is door eerst gewoon witte wijn te maken zoals je witte wijn normaal maakt. Dus je perst de druiven. En het sap gaat op de fles en dan is er een proces waardoor er alcohol bij komt. En die flessen witte wijn, die gaan uiteindelijk de kelder in van het champagnehuis. Dan na een tijdje komen ze weer uit en dan is het het trucje om natuurlijk die belletjes erin te krijgen. Want ja, een champagne zonder belletjes is geen champagne. Elk champagnehuis heeft zijn eigen likeurtje dat er doorheen gaat. Een soort suikerwater. En door een heel klein beetje van dat suikerwater in die fles te doen, ontstaat er een proces waardoor er bubbeltjes in de champagne komen. Een vergisting waardoor er bubbeltjes komen. Je houdt de dop erop en na een jaar ongeveer, na 8 maanden eigenlijk, dan heb je echte champagne, dus een mousserende witte wijn. Een glas champagne is natuurlijk altijd erg lekker, maar waarom vinden mensen dat nou lekker? Ik denk toch dat het anders met de smaak te maken heeft en dat het een feestelijk drankje is. Dus je bent altijd in een feestelijke stemming als je een fles champagne openmaakt. En alleen dat gevoel al zorgt ervoor dat je het gewoon, ja, dat je het waardeert en dat je het erg lekker vindt. En waarom drinken we nou eigenlijk champagne met oud en nieuw? Daar durf ik geen echt goed antwoord op te geven, maar ik denk zelf dat dat is omdat dat een feestmoment is, het einde van het jaar, het begin van een nieuw jaar en daarmee een feestelijk moment en dus een reden om veel champagne open te maken. Ja, ik vind het vies, want ik spuug het altijd uit omdat er superveel alcohol in zit en het smaakt gewoon raar. Wel verschillend. Sommige zijn lekker, sommige zijn niet lekker. Ik vind champagne heel lekker, omdat ik vind gewoon lekker de smaak en zo. Champagne is een bebida alcoholico en moet je niet mag die bebe. Een slok van aan je nobe niet te zijn, maar een slok chiquito si. Het beste is natuurlijk speciale kinderwijn. Daar zitten er wel bubbels in, maar geen alcohol. En dit was het voor vandaag. Woensdag hebben we een hele speciale uitzending. Zorg dat je het niet mist.